De wedstrijd, de kwartfinale tegen USA, ja, die moeten we pakken. Gewoon scherper beginnen als tegen Canada. Ja, fouten zullen altijd gemaakt worden, maar het gaat erom hoe je met de fouten omgaat. Als zij scoren, moeten wij er meer scoren. Ik verwacht wel dat we hem kunnen winnen. Ik heb eerder tegen USA gevoetbald, die hebben toen in Portugal met 1-0 verloren. Maar ja, de statistieken zeggen wel, hun 1 schot op goal, 1 doelpunt, wij 16 schoten op goal en geen 1 doelpunt. Ik bedoel, als wij gewoon beter de kansen afmaken dan toen en gewoon zo blijven voetballen als we nu doen, dan heb ik er wel zeker vertrouwen in.